De eerste keer toen ik Bert zag, aan de eerste middelbaar, en toen vond ik zo dat hij raar bewoog of zo, maar ik dacht, ja, ik zal misschien even pijn hebben aan zijn voet of zo. Ik weet nog dat een vriend van mij zei, Senne, dat hij zei, waarom praat je zo raar? Eerlijk gezegd had ik voor het eerst dat hij een keelontsteking had. Ik dacht dat. Ik vroeg dat ook aan hem. Heb je een keelontsteking? Hij zei van, ja, nee, ik ben motorisch gehandicapt. Ik dacht van, oh nee, wat zeg ik nu? Maar ja, dat was het eerste dat ik dacht. 234. Ik vind het belangrijk dat mensen verder kijken dan gewoon op het eerste gezicht. Dieper gaan kijken, niet alleen op je eerste gezicht. Zeggen van, ja, dat is een rare, die laten we aan de kant liggen. In het eerste middelbaar was dat nog zo zoeken voor hem, denk ik, want hij werkte dan zo op de computer. En ik weet nog dat hij dan altijd met de muis door de klas gooide, want dan werd hij kwaad dat hij niet kon volgen en dan werkte dat niet zo goed. Maar zo, naar gelang de jaren heeft hij dan zo de vrijwilligers en zo gevonden. Ik heb constant mensen naast mij in de klas, dat is een beetje raar voor die medeleerlingen. Maar zij doen alles wat mijn handen eigenlijk zouden moeten doen. We gaan het aangepaste examenrooster bekijken vandaag, zodat we uw vrijwilligers kunnen verwittigen. Maar ik denk wel dat hij zich soms anders moet voelen, omdat ja, bijvoorbeeld met LO, je kunt niet alles meedoen. Met een sportdag, je kunt niet meedoen. En als we bijvoorbeeld naar de cinema gaan, dan kan hij ook niet meewandelen naar de cinema. Die moet dan ofwel met de rolstoel mee, ofwel met de auto naar daar. Annie, deze week heb je open boek. Nee, want dan moet ik naar Leuven. Bij het begin was dat misschien wel een beetje raar, zo in het eerste middelbaar of zo. Maar eigenlijk, hoe langer je daarmee omgaat, hoe normaler dat is. Dus, want wij zijn, ik geef heel onze vriendengroepen zijn allemaal wel raar. En eigenlijk, Bert hoort daar ook bij. Bert is ook raar, maar wij allemaal. Dus eigenlijk zien we geen verschil tussen elkaar, omdat we allemaal zo zijn. Ah, mijn arm. Wat is met je arm gebeurd? Ik ben gevallen op een mars met bruine zeep. Iemand had mij getackled en daarom moet ik mijn arm in zijn zak houden. En nee, mijn vrienden hadden die behandelen mij niet meer van hoe daar moeten we voorzichtig mee zijn en zo. Ik lag ook met mijn andere vrienden, zo als hij zoiets stoms doet, dan zeg ik zo gitaar. Tegen Bert zeg ik dat ook gewoon. Zo, ik zeg zo echt hetzelfde tegen hem als ik tegen iemand anders zou zeggen. Ik heb mijn broek gedaan. Ik durf voor dingen terug te zeggen. Maar dat had ik vroeger niet. Ik werd gepest en ik begon te wenen. Toen stond hij denk ik nog niet zo sterk in zijn schoenen als hij nu staat. Maar nu moet je al echt heel overdrijven om aan het Bert, voordat Bert je daar echt van aan gaat trekken. Daar heb ik wel geleerd van Bert dat je echt gewoon moet doen waar je goed bij voelt. En niet zoveel moet inzetten met wat andere mensen denken. Nummer 2. Nice. Bye. Nice. Ik denk, veel kinderen zouden wel zeggen, of ja, ik zou ook zeggen van ja, ik zou dat ook wel kunnen met de juiste vrienden en met de juiste dingen. Maar hij doet het wel. En alleen wij doen het niet, want ja, we hebben het niet, maar hij doet het wel. En ja, vooral zijn doorzettingsvermogen is wel knap. €2 daar heb ik terug, hè. Ja, ik ben anders dan de rest. En ik vind het ook niet erg dat ik dat heb, want dat maakt mijn persoonlijkheid. Ik ben Bert en zo ben ik. Als je met mij kunt omgaan, is dat goed. En anders moet je je omdraaien en doorlopen.